Dat is een vraag die we dikwijls krijgen van ondernemers. Meestal gevolgd door de vraag hoeveel dat dit dan mag kosten. Uiteraard is daar geen eenvoudig antwoord op, want investering in cybersecurity moet evenredig zijn met het gelopen risico. Om daar beter inzicht in te krijgen, moet je eerst in kaart brengen welke digitale assets je allemaal hebt en wat de mogelijke impact zou zijn op je bedrijf en je klanten indien je met die assets een cyberincident zou ervaren. Op basis van enkele scenario's kan je dan al snel een eerste idee hebben welke assets voldoende beveiligd zijn en voor welke assets je de beveiliging best opkrikt. En daarmee kom ik bij de vraag over de antivirus. Want bij dat opkrikken van de beveiliging leeft dikwijls een misverstand. Het is meestal niet het meest effectieve om één bepaalde technische component, zoals bijvoorbeeld die antivirus, te vervangen door een veel betere of duurdere component. Meestal is het veel effectiever om extra laagjes toe te voegen. People Process Technology, dit heet Defense in Depth of het Onion Model. Net zoals een 7-puntsgordel in een auto weinig toegevoegde waarde heeft als ABS en airbag ontbreken. Dus op deze vraag en nog veel meer gaan we met plezier in gedurende de masterclasses en de lerende netwerken die Agoria en Cyris organiseren. Tot dan!